4-0, Lasse, bij Heerenveen. Had jij dat in jouw wildste dromen durven dromen? Jawel. heerlijke overwinning. Die drie punten doen ze goed. Misschien een beetje geflatteerd, die 4-0. Speelde niet qua voetbal niet een geweldig wedstrijd. Maar in ieder geval was een hele andere instelling vandaag dan de afgelopen weken. We gingen ervoor en er werd opgelopen. Ja, maakte dat het verschil met bijvoorbeeld vorige week, die instelling? Nou ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik kan wel een slechte wedstrijd spelen, maar aan de instelling mag er niet liggen. En dat was stukken beter vandaag. Kun je zeggen hoe welkom, hoe belangrijk deze zege voor de ploeg is? Nou, het is heel belangrijk. We hebben natuurlijk een hele matige periode achter de rug. En 4-0 winnen uit bij Heerenveen, ja, dat doen ze allemaal wel goed. En niet alleen de drie punten, maar ook een stukje vertrouwen en alles. Nu hebben we 2 weken tot de volgende wedstrijd. Dus in ieder geval een goede zondag, denk ik. Ja, want hoe was dat vooraf bijvoorbeeld? Hoe ging je naar deze wedstrijd? Wetende dat Heerenveen natuurlijk de ploeg in vorm was. Dat jullie in een mindere periode uiteraard zaten. Hoe sta je dan hier aan het begin? Nou, daar denk ik niet zoveel aan. Je denkt natuurlijk aan je eigen zaken en wat je te wachten staat vandaag. Maar het is duidelijk dat Heerenveen is ongeslagen. En de Oude Stadion is het altijd lastig spelen. En dat wist je van tevoren, maar ja, we moeten gewoon keihard ons best gaan doen. En dat zijn we ook, hebben we gewoon betere, meer kwaliteit. En als je met onze spelers ook nog te hard van gaan, dan kom je aan een heel eind. En wat doet het dan met jou, dat jij voor zo'n wedstrijd dus weer het vertrouwen krijgt? Nou, dat was lekker. Dat hoop je natuurlijk dat je weer wat minuten mag maken. En natuurlijk is het lekker dat je de 3 punten pakt. Hopelijk gaan we betere tijden tegemoet. Ja, en je was natuurlijk sowieso ook belangrijk met die goal, met die penalty. Ben jij ook weer wat dat betreft de nummer 1 op de lijst? Ik stond vandaag eerst op de lijst, ja. En blijft dat zo? Ik heb niet gemist, dus dat hoop ik wel. Dus, natuurlijk met vorig jaar met Kasper, die op dat moment die heeft nog niet gemist. Maar die stond er niet in, dus dan zit ik eerst op de lijst. Dus het is wel lekker. Een coachje meepikken is altijd wel lekker. Ja, met dat gevoel kan je dus inderdaad, je zei het, naar de Interlands. Even geen Ajax, over 2 weken weer hiermee verder. Hoe pakken jullie dit na de Interlands weer op? Nou, we moeten wel doorgaan met wat we met de vertrouwen die we hopelijk uit deze wedstrijd kunnen krijgen. Moeilijke periode achter de rug. Nu moeten we naar voren en naar voren kijken en proberen alles op de rails te krijgen. En wedstrijden gaan winnen, want zo is het wel in de voetbal. Het kan snel gaan, een paar overwinningen en je staat er heel anders voor. En ook qua zelfvertrouwen. En dit is een mooi stapje in de goede richting. Heb je er vertrouwen in ook dat het snel kan? Dat jullie snel naar een wat vastere formatie ook kunnen en snel naar meer stabiliteit ook? Ja, dat moet wel. Ik bedoel, bij Ajax moet de voetbal, moet de wedstrijd gewonnen worden. Het is niet zo dat je na een half jaar kan zeggen van ja, nu gaan we spelen. Nee, het moet gelijk en terecht ook. Ik heb wel vertrouwen dat we nu een betere tijd tegemoet gaan. En dat moeten we ook. We moeten er al in geloven, anders wordt het een lastig verhaal. Maar ik heb goed vertrouwen.